Dit is het journaal van Sportdag 24, de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Kankerpatiënten kunnen veel baat hebben bij sporten. Deze week liepen een aantal dames voor hun stichting Tegenkracht de Vierdaagse om geld in te zamelen. Iedereen kan de Vierdaagse lopen, van jong tot oud. Vandaag maakt Sportzorg 24 kennis met Kobi Brouwer en haar dochter en schoondochter, die namens stichting Tegenkracht de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Kan jij mij vertellen, wat is stichting Tegenkracht? Stichting Tegenkracht is opgericht om mensen te begeleiden als zij in behandeling van kanker zijn. Dat zij niet op de bank gaan zitten, maar dat zij actief gaan worden, gaan sporten. Ik weet uit eigen ervaring dat het heel moeilijk is om dan aan te sporten te gaan. En wat je dan wel of niet mag. En Stichting Tegenkracht begeleidt mensen daarin. Dat is wat ze doen. En wat is uw betrokkenheid bij Stichting Tegenkracht? De stichting is opgericht door mijn broertje Jelle. Die helaas is overleden. De stichting is voortgezet door Matthijs Jansen en door een aantal vrienden en zo van Martijn. En hij groeit op het ogenblik behoorlijk. En wij wilden ons steentje bijdragen om daar ook te lopen. Om die bekendheid groter te maken en wat geld op te halen voor hem. Wij hebben ook in onze praktijk, we hebben een grote praktijk, daar hebben wij van tevoren allemaal folders neergelegd en de mensen gevraagd ons te steunen. En daar hebben we al aardig wat geld mee opgehaald. Voor ons des te meer reden om uit te lopen, want ja, dat schept ook verplichtingen natuurlijk, dus vandaar eigenlijk. En kan je iets meer vertellen wat Stichting Tegenkracht echt doet voor de kankerpatiënten? Ja, zij komen in de ziekenhuizen en daar kun je je aanmelden. Je kunt vragen om een speciaal programma op jou afgestemd, om jou te begeleiden, om actief te worden tijdens de behandeling. En hoe werkt dat verder? Moet men verplicht dingen gaan doen? Of, Nee, het wordt in overleg samengesteld. Het is een advies en geen verplichting. Maar juist advies is zo belangrijk, omdat je zelf niet weet waar je grenzen liggen en wat je kunt doen. En dat het zo belangrijk is om juist te blijven sporten, om mentaal en fysiek heel sterk te worden, om alle behandelingen door te komen. En ik heb begrepen dat het gaat om vooraf aan mogelijk chemo, maar ook tijdens. Kunt u er mij wat meer vertellen? Ja, ik spreek ook een beetje uit eigen ervaring. Ik heb zelf heel veel chemokuren gehad en bestralingen. Ik weet als je op de bank gaat liggen dat je alleen maar je beroerder voelt en dat het eigenlijk een beetje bergafwaarts met je gaat. Dat je ook fysiek achteruit gaat. Op het moment dat je weer gaat spinnen, sporten, wandelen, fietsen enzovoort, ga je veel beter voelen. En kan je ook beter met je ziekte omgaan en de kuren verdragen. Nou, het belangrijkste is de bekendheid voor de naam Tegenkracht. We krijgen heel veel vragen onderweg van Tegenkracht, wat is dat? Nou, we delen of onze folders uit of we doen zelf het verhaal. Dus vooral de naamsbekendheid is het belangrijkste. Daarnaast de donaties voor de stichting is voor ons ook heel leuk.